De Scheemaker Pigeon Center is een uniek kweekstation voor rijstduiven gevestigd in het Belgische Sint-Antonius-Soersel. In dit unieke kweekcomplex zijn maar liefst 15.000 duiven gehuisvest. Nergens ter wereld worden op één locatie zoveel rijstduiven op een professionele manier gekweekt. Passion for Pigeons is dan ook de terechte slogan waarmee de familie de Scheemaker uitpakt. Duivenmelkers wereldwijd vallen hier van de ene verbazing in de andere. Het is een indrukwekkend kweekcentrum voor ruim 30 rassen en 9 elite rassen. Verdeeld in meer dan 600 afdelingen. Daarnaast zijn er de eigen speelhokken waarin wedstrijdduiven opgeleerd worden voor diverse vluchten. De parel aan de kroon is ongetwijfeld de elite afdeling, waar klinkende namen gehuisvest zijn qua afstamming en dito pedigrees. Je kan er ook een permanente expositie bezoeken met heel wat interessante informatie over de geschiedenis van de Belgische duivensport. Kortom, hier voel je de passie voor rijstduiven door je aderen vloeien. En dat begint al met een blikvanger bij aankomst op de bedrijfsterreinen, waar een gigantische muurschilderij de aandacht trekt. Ja, die duif is onze befaamde 18. Die heeft vorig jaar als jaarling het gepresteerd om de tweede te zijn in de Pipa-ranking. Dus dat wil zeggen de tweede duif, de tweede beste duif van heel België op de nationale vluchten. En wat daarbij ook nog eens uitzonderlijk is, is dat het een duiver is. Omdat op die afstanden zijn het veelal devinnen die het mooie weer maken. En hij is eigenlijk daar een uitzondering bij. Hij zit nu in een kweekbox, zeg maar. En wat wij doen is, we vinden het hem te waardevol om hem te spelen. Dus er worden jongen uitgekweekt en de jongen daarvan die worden verkocht. Dus hij hoort nu bij de elite. In deze elite-afdeling is per box slechts één koppel gehuisvest. En dit allemaal met een indrukwekkende stamboom. De jongen daarvan worden hier met de grootste zorg omringd en opgeleerd tot echte prijswinnaars. De 18 wordt dan ook zorgvuldig terug bij zijn duivin geplaatst. Hij behoort nu tot de beste kweekduiven van het De Scheemaker Pigeon Center, want hij heeft dan ook een grootse prestatie neergezet. Hij heeft het gepresteerd om 9 keer deel te nemen aan de nationale grote halve fondvluchten en 9 keer per tiental te vliegen. Dus dat wil zeggen in de eerste 10% van de uitslag, wat zeer uitzonderlijk is, nogmaals ook omdat het een duiver is. Een kweekstation, 2 hectare groot, komt er niet op één dag. Het is het resultaat van jarenlang doorzetten. Ja, het is inderdaad, denk ik, hier het grootste en het oudste kweekcentrum voor rijstduiven in de wereld. Dus toch binnen de Belgische duivensport toch wel iets uniek. Uniek erfgoed, denk ik. Dus het volledige De Scheemaker Pigeon Center. Het is inderdaad in totaal 20.000 vierkante meter met hokken. En om dat natuurlijk te runnen heb je natuurlijk iemand nodig die de nodige ervaring heeft. En vandaar dat eigenlijk Frank het dagelijks management doet van het Pigeon Center. En wij kennen elkaar al meer dan 20 jaar. Vandaar dat Frank denk ik de perfecte persoon is om het te leiden en de kwaliteit altijd naar een hoger niveau te brengen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Voor ons is dat wij ieder jaar proberen de kwaliteit te verbeteren van de duiven, van de infrastructuur, van het geheel eigenlijk. Ja Frank, en dat zal toch waarschijnlijk geen evidentie zijn, ieder jaar iets beter gaan presteren. Is dat de uitdaging? Wij willen dat ieder liefhebber, of die nu een duifje van 30 euro of van 1500 euro koopt, als die dat doosje open doet, dat die een achterover geblazen wordt van de kwaliteit. Dat die zegt van, wow, deze is echt, dat had ik niet verwacht. En dat is het enige waar je in elke sector kunt onderscheiden, dat is kwaliteit. En daar blijven wij echt op voorthameren en op voortselecteren. Tot hiertoe hebben wij meer dan 2 miljoen duiven verkocht. En je kunt enkel zoveel duiven verkopen wanneer dat je dag in dag uit streeft naar kwaliteit, naar verbeteren van de kwaliteit. En vandaar ook dat we met Frank denk ik iemand hebben die ervoor zorgt om die kwaliteit dag in dag uit te verbeteren met strenge selectie. We hebben hier een heel goed team, hè. Dat kunnen we wel zeggen. Het zijn allemaal zelf ook verbeterde duifliefhebbers. Dus die hebben allemaal een idee. En helemaal in het begin heb ik ze wel een beetje wegwijs gemaakt wat dat de selectienormen zijn.
Dat is heel leuk. De mensen zitten er dagelijks in. Ze spelen zelf ook met de duiven, dus ze kennen het reilen en zeilen. Familie de Scheemaker, derde generatie. Ja, hoe zou uw vader daarop terugkijken? Oh, ik denk dat mijn vader wel trots is op de realisaties die dat we de laatste jaren hier gerealiseerd hebben. Hè. We zijn ieder jaar proberen vooruit te gaan, maar de laatste jaren hebben we toch geprobeerd om sneller vooruit te gaan met de nodige investeringen in de hokken. De verbeteren van kwaliteit, kwaliteitsduiven aan te kopen, maar ook de permanente expositie helemaal te herinrichten. En ik denk dat dat een bewijs is van hoe dat we eigenlijk alles willen voorbereiden richting dan de vierde generatie. Hè. Uniek aan de Scheemaker Pigeon Center is toegankelijkheid. Iedere duivenliefhebber, wereldwijd, kan hier terecht. Het onwaarschijnlijk aanbod varieert van jonge duiven, jaarse kweekduiven, tot vijfjaarse kweekduiven en elite duiven. Zowel voor duivenmelkers die op snelheid en kleine fond spelen, maar ook voor liefhebbers die op grotere afstanden mikken, zoals de fond en grote fond, heeft de Scheemaker Pigeon Center een breed aanbod kwaliteitsduiven beschikbaar. Inderdaad, het is oorspronkelijk echt begonnen voor de kleine liefhebber, dus echte rasduiven, met een kaart van het ras, zeg maar, aan een hele goede kope prijs. Dat is dan zo verder uitgebouwd eigenlijk, zoals de vraag het eigenlijk was. Dan kwamen er duiven met pedigree, dan kwamen er de elite duiven, dus duiven van de beste rassen van België, waaruit de beste kwekers dan jongen werden verkocht. Maar dat zijn de echte oude rassen, van 50 jaar geleden en korterbij ook maar. En die hebben wij zoveel mogelijk proberen in stand te houden. Elders zijn die heel zeldzaam, omdat wij bijna de enige zijn. En wij hebben die ook altijd proberen zuiver te houden. En tweede is, de elite duiven, als wij een investering doen, dan gaan wij dat niet doen bij mensen die een paar jaar goed spelen, maar die echt al jaren aan de top staan. En daarom zijn de namen die u ook waarschijnlijk kent, die je regelmatig al eens tegenkomt. Dus ze worden echt enorm streng geselecteerd. We maken hierbij geen onderscheid of het nu om een 30 euro duif gaat of een elite duif. En daarom worden ook de ouderdieren geselecteerd. Dankzij een jarenlange, maar vooral strenge selectie binnen deze duivenpopulatie kan de Scheemaker Pigeon Center aan iedere liefhebber met een klein of groter budget kwalitatieve duiven aanbieden. Je kan hier als beginnende liefhebber al een jong duifje aanschaffen op speenleeftijd voor 30 euro. Ze zijn dan zo'n 25 à 30 dagen oud. Maar wie wat dieper in de beugel wil tasten, kan ook een iets duurdere keuze maken. Voor een jonge duif met volledige stamboom betaal je dan zo'n 60 euro. Dit is binnen de duivensport uniek en voor dit kweekstation een bewuste keuze. Duivenvoeding is het stokpaardje van Frank en Stefan. Ze waren dan ook jarenlang actief in deze sector bij Naturaal Granen. Het voederen van de duiven gebeurt hier met een rijstbaksysteem. Maar we zijn vooral benieuwd naar de samenstelling ervan. Kijk, dit is een voorbeeld van zo'n rijstbak. En uiteraard is dit de kweekmengeling. Dus voor de leek ziet dit eruit als een sobere mengeling. Maar wij hebben die echt uitgedokterd, zeg maar. En de chemische analyse, het eiwitgehalte, dat is minstens zoveel als in een andere mengeling. Maar men ziet het niet, omdat wij hebben alle proteïnen die hebben wij vervangen door gele erwten. Terwijl in een doorsnee mengeling wordt het vervangen door gele erwten, groene erwten, maplepeas, dumpies, vietsen en kajan. En dan denken mensen van, ja, dat ziet er toch vrij simpel uit om te kweken. Maar uiteindelijk is dit een heel goede kweekmengeling. De ruimmengelingen daarentegen is een mengeling met 80% gerst. Speciaal gemaakt om de duiven zo rustig mogelijk te houden en dat ze niet te erg aanvetten. Voor de vliegduiven is het een beetje anders. Daar gaan we niet de kweek en de ruimmengeling voor geven, omdat dat enkel en alleen om te kweken en om rustig te houden. Daar zit echt met de seizoenmengelingen. Daar geven wij bijvoorbeeld op dit moment, de duiven zitten nog een beetje rustig, geven wij een mengeling Sport Maxi van Naturaal. Wij geven daarbij ook nog eens een Finesse Light mengeling. En wij vullen nog een beetje aan, omdat ze rustig zitten, met het licht eten dat wij hebben van ons eigen. Dat wordt dan gemengd en gegeven, zodoende dat er altijd nog een beetje paddy of gerst in de voederbak blijft liggen. Dus de duiven krijgen genoeg,
En ze laten alleen maar liggen hetgeen dat ze het meest graag lusten. Dus dat wil zeggen, we hebben geen grote honger op dit moment. Veel mensen blijven zich afvragen van waar de passie voor de duivensport komt. En het antwoord daarop gaat steeds in dezelfde richting. En ja, die competitie, hè, dat willen om die eerste te spelen. Hè, dat is de aankomst van de duiven, van een vlucht, is altijd het mooiste wat er is. Hè, dat...